Ja, goedemorgen lieve vrienden. Als eerste wens ik jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag. Het is de 11e september. Oh, waar ben ik? Ja, daar was ik weer. Zo ja. Het is 11 september, zoals ik al zei. Het is 10:33. Rebecca, mijn huishoudelijke zorg, die is er boven bezig. En die heeft mij de eerste helft van de nacht wel rust gegeven. De tweede helft van de nacht begon meneer weer. Dus ik heb gelijk zijn melkkorf omgedaan die ik mee naar boven had genomen. Ja. Voor de rest, ja, is het hem in de gaten houden. En dan wil die Roy weer naar buiten. Gobbelen maar. Die wilde maar in en eruit, erin en eruit. Maar ja, doe je ook niks aan. Dus ja, ik ben moe, wil je niet weten. Ik had van die meneer daar. En mijn andere meisje, die is net binnen. Ja. En die is zo vol. Hé, wat zie je eruit, meisje? Hé, hey, wat zie je eruit? Wat een dikkie. Hé? Hey? Och, gosje toch. Hé, hey, och, gosje toch, hè. Hey. Ja, je ziet toch gosje zo. Ja, maar och, gosje moeite met slikken. Nou, meisje toch. Maar toch de groepje gestaan. He? Ja, dat is heel als je achter de mannetjes aangaat, he? Terwijl je toch wel op bent. Ja. Goh, heeft er een beetje dorst. Ja, mannelijk. Ja. Ik liet je weer even zien, meneer, mocht dat niet? Ja. Je doet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een glimlach, zeg ik dan altijd. Ja, doe ik zelf ook en geniet van hetgeen wat je doen gaat. Doe ik ook. Mijn prinsesje, die is ook hier. Zie ik nou pas. Hé, hey. Zeg jij een opa niet zeggen? Oh ja, meisje. Oh, je likt zout van mijn handen nog, hè? Ja. Oh ja, schat. Nou dan. Hé? Maar oké, ik moet zo meteen weer met de pc aan de gang. Ik moet foto's uitzoeken. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zit in het donker, even weer draaien, zo. Dus, tot straks. Hallo, goedemiddag, lieve vrienden, daar zijn we weer eens eventjes. Ja, het is alweer die klok loopt achter. 15:44 en meneertje legt daar voor pompers. Ja, kerel. En daar is mijn meisje. Miauw, 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 miauw. Hé, ja, je miauw. Maar oké, het is mij gelukt om een kleine vlog in elkaar te zetten voor 25 september. Die komt op een hele rare, achterlijke, vreemde tijd online. Voor mij doen. Althans, ik hoop dat te doen. En dan ga ik wel even hulp van hoe moet dat? De rest weet ik wel. Ja. Maar in ieder geval, hij komt 's nachts online. Van 24 op 25 september om 12 uur. Dus 00:00. Ja. Dan komt hij online. Het is een speciale vlog. Ter nagedachtenis aan mijn mannetje.
We hadden 10 jaar getrouwd kunnen zijn die dag, 25 september, want 10 jaar terug zijn we op 25 september getrouwd. Maar hij is op 25 februari overleden, op de 25ste dus. Dan is hij 1 jaar en 8 maanden heen van mij. Ja, zeer oud. Maar we gaan door. Ja, met een lach en met een traan. Maar ik heb wel een speciale vlog van foto's. Het gaat over foto's. Dan gaat de telefoon. Momento. Ja, ho. Ja, hallo. Hoi. Hoi, schat. Dat is Chrissy, zal ik jullie vertellen. Ja, ik ben ook aan het vloggen, schat. Okay. Dat is de... Dat horen ze niet, schat. Tenminste, niet dat ik denk. Ja, ik was aan het vloggen, dus... Okay. Ja, ik heb een speciale filmpje gemaakt met, van foto's van 25 september. Nou, dan weet jij wel genoeg. Mm-hmm. Dus ik zal even een einde eraan breien aan de vlog. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het wordt alweer donker. Dat merk ik nu pas. Ik heb de lamp nog niet aan. Nee, sorry. Maar ja, jullie zien me wel. Het is al... ik ben laat, want Mitchell is geweest. Ik heb niet gevlogd. Ik, zoals jullie weten, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb een... Moe, slechte humeur. Noem maar op. Maar dat hebben we allemaal wel eens. Ik ken hem volgen. Op de computer. Hij heeft mij via de via WhatsApp heeft hij mij waar die loopt, heeft hij mij gegeven. Maar dat heb ik nou op de computer geopend, dus ik zie hem lopen. Hij gaat momenteel behoorlijk snel. Maar ja, meneer wordt nat, het regent. Daarom, hij had geen jas, niks aan. Nee. Een t-shirtje en een lange broek. Meer heeft hij niet. Ik kwam zo uit zijn werk, vandaag kwam hij hier naartoe. Even babbelen, even met mijn telefoon weer, de Pokémon's weer op rij gezet en alles voor me. Dus ja, is goed. Nou, moet ik mijn diertjes eten gaan geven en het is, ja, hoe laat is het? Weet ik niet. 18:59, dus ja, ik ben laat. Normaal hebben ze rond 6:30 en nu is bij, rond 7:00. Dus dat gaan we doen en dan als die klaar zijn, dan ga ik ook eten. Nou, ik heb nog groenten van gisteren over, ik heb nog een stukje vlees, dus opzetten en klaar. Simpel zat. Ik mag vandaag niet klagen qua mijn maag, want die houdt zich knap goed. En dat met 1 maagtablet op mijn nuchtere maag, zoals de huisarts mij dat had medegedeeld om dat te doen. Dus, goed, ja. Hey, prinsesje. Hallo, zien we elkaar ook? Nee, kom daar. Hey, kijk, daar, vogeltje. Hallo. Hé, kom ja, hier. Kijk dan. Daar. Ja, hier, hier, kijk het. Oh, tante Pollewappie. Nou ja, oké. Doet er allemaal niet toe. Het is die kant toch op donker. Waar is mijn hond nou? Ik zie hem niet meer. Oh, daar. Ja, die moet ik in de gaten houden. Want zelfs als ik naar de wc ga, waar zie ik hem? Daar. Daar ligt hij. Als ik naar de wc ga, dan moet hij zelfs al dat ding op zijn neus. Want dan probeert hij ze eigenlijk alweer te bijten. Ja. Dus ik moet hem heel goed in de gaten houden. Naar buiten toe, de ding om. Moet ik naar de wc, de ding om. Moet ik weg, dat ding weer om. Ik weet niet wat hij momenteel heeft, maar aan de bijtziekte, zeg maar. Bij zichzelf. Niet bij mij of bij de poezelbeesten of naar een ander toe. Nee, is die o zo lief. En hij is verder ook heel erg lief. Maar ja. En toch vlooien heeft hij niet. Absoluut niet. De dieren hebben helemaal geen vlooien. Vloovrij. Want ze hebben nog niet zo lang geleden, nog ineens geen 3 maanden terug, hebben ze vlooidruppels gehad. Ze moeten binnenkort wel weer. En dat heb ik in de la. Ik heb en dat wordt gewoon gedaan. En dan hou ik ze vast. En de ander die geeft even druppeltjes. Want ja,
Van de poezenbeesten met hun scherpe nageltjes wil je niet voelen. Nee, daar hou ik ze liever even vast. En meneertje Woefwaf, nou, die blijft wel gewoon staan en dan is het in orde. Die, daar heb ik geen probleem mee om dat te doen. Maar die poezenbeestjes, ja, die werken wel eens tegen. Die willen dat niet, vinden het niet leuk. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik ga de diertjes doen en mezelf doen. En ja, tot straks. Ja, ik kom nog wel weer terug met lamp aan. Ja, dat ik zeg. Geniet ervan. Oepsie, dat is al heel, heel erg donker. Oh jee. Oh jee. Nou, zo dan. Ik hoop dat het zo goed is. Maar oké, lieve vrienden. Ik kom jullie even wel terug te wensen. Want het is heel erg laat. Of zeker heel erg vroeg. Ja, het is. Schrik niet. Hou je hart vast. 3:44 in de ochtend. Mijn hondje en ik maken ons klaar om een trapje hoger te gaan. Dus ik pak ook mijn bezemsteeltje maar. Ja, want ik ben toch een heks. Dus ze zeggen dat ik een heks ben. Ja. Ik heb in de wandelgang hier in de stad gehoord dat ik een zwarte heks ben. Nou, ik ben niet zwart hoor. Ik ben blond en rood. Dus ja. Kleurenheks. Maar oké, maakt mij niet uit. Laat ik dan maar een heks zijn. Zolang ik maar een goede heks ben, vind ik alles best. Er zijn mensen die mogen je en er zijn mensen die mogen je niet. Ja, die heen er altijd tussen. Kun je niks aan doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker. En gezond weer op. En tot straks. En alvast een goede morgen. Maar dat zal ik straks wel weer zeggen. Doei doei!